Als je dus al een onderlaag hebt, dan kan je met die donkere kleur bruin heel zachtjes aaien met die kwast. Zo bouw je dus verschillende laagjes op. Een beetje in die veerrichting. En ook hier heb ik dus rood geplaatst. Nou, dan ga je met geel en een beetje rood pak je op je van je palet of potje. En dan ga je dus al echt een beetje in die veerrichting. Ik had nog wat bruin op mijn kwast, maar dat is helemaal niet erg. Want hoe meer laagjes je krijgt over elkaar heen, al die laagjes die gaan meespelen, hoe mooier het dus wordt. Kijk, soms is het te rood. Dan pak je weer wat geel. In die richting. En ik heb maar echt heel weinig op mijn kwast. Soms heb je ook verschillende kleurtjes nog van de vorige beetjes verf op je kwast. En die doen dan allemaal mee. Een beetje wit weer. Nu ga ik weer wat rood pakken. Hier om het op te vullen. Dit is natuurlijk te hard rood, maar dan een beetje van donker naar licht werken. En dan pak ik een beetje geel. En dan wrijf ik dat weer, poets ik dat eigenlijk in elkaar, naar elkaar toe.